aanhoud. Kom eens. Zou ik eens voor de grap zo'n paardenpak gaan passen? Ja. En nu moet je het even gaan uittesten op het paard. Wow, wij zijn hier. Wat vind jij daarvan, jongeman? Ik vind het helemaal oké. Okay. Je hebt het gehoord van een van de prachtige bewoners van Gelderland. Ah, hey, zie je dat? Oh, wow, hoor je dat? Al die muziek. Kijk eens, ze maar al raar aan. Moet hij nog harder gaan. Hoe duur is dit? Nog meer? Ah. Was het wel een beetje te doen? Of... Nee. Stop! Ah, nee! We werden er bijna uitgestuurd. Echt bijna. Ja man, ik zag ook echt die gast zo. Hey! Ja man. Superman, bitch! En wat vonden jullie ervan? Ik ben nat, ik vind het niet zo fijn. Die guy lachte de hele tijd. Zo naar hem. Keek mij nog wel raar aan. Maar het was... Het is geen ballon, jongens. Dit is een UFO. Ja. Ben jij ook zo klaar met achterin zitten en dat je de hele tijd zo uit het beeld verdwijnt? Dan moet je natuurlijk contact opnemen met ons. En ik ben Knolbroek. Hi! Kan zo scrollen op TikTok, Diego. Blijf lopen. Durf jij daar? Nou, nee, de kerk was veel en veel en veel en veel en veel en veel te duur. €15 voor om naar boven te gaan. Jij bent duur, Arnhem. Ik geef je echt dus een. Zie je dat? Dat is onze auto. Wat gaan ze dan met onze auto doen? Echt, toen ik 14 was, moesten we allemaal in van die stapelbedden slapen. En er was er één zo'n guy en die moest ook schijten. We hadden het net over schijten, dus nu kom ik even met een mooi verhaal voor jullie. En die gast die had in zijn slaapzak gepoept. Ja, dan had hij helemaal die slaapzak zo ingedrukt dat er op elk ratje poep zat. Die gast die ging in zijn slaapzak. De gast die was zo wit als maar kan. Hij kwam er helemaal bruin uit. Hij zat helemaal onder de poep. Hè. De hele kamer stonk zo hard naar schijt. Waar was je dan? Ergens in Dagestan. Of... Ruik je dat? Gewoon zo gaan zitten kakken toch? Even de plas op laten komen. Oh, daar komt het. Maar ik weet zeker, Diego, dat jij niet hier helemaal naar beneden gaat rennen. Ik ging vallen, ja, ja, ik ook. Ah, oh, mijn beentjes, mijn voetjes. Een vraagje. Ah? Is het misschien mogelijk dat jullie dadelijk een spotzuiger of zo meenemen? Kan dat? Naar partij. Mijn auto zit nu helemaal vol met. Ik breng het ook vast gelijk daar. We gaan zo terug naar Julian. En dan hebben we een mooie verrassing voor jullie. Ja, oké, dan zien we je zo. verrassing. Ga maar weer. De been kan dit niet aan, hij doet zoveel pijn. Nou, zoals je hebt gezien was onze tour door Arnhem geweldig. Aha. We zijn totaal niet afgeleid vandaag. Zeker niet. We hebben nog een verrassing. Aha. En dat is heel cool, want wij, ja, dat is gewoon heel gaaf. Wat moet ik nog meer zeggen dan? Hallo, bovengevers. Hallo, Diego. Hi. Hi. Er wil iemand in de video. Ik wil er ook in. Wow. Zo. Flinke ruimte zijn. Oeh. Kom je mee met ons? Mmm, yummy.
Wauw. I don't see you rolling on de schijf met scherbrellen. Ik wil wel zeker weten dat die scherp is. Ja. Dun, dun, dat klinkt dun, 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 dun,